Cultuurmarxisme is de overtuiging dat alle culturele instituties kapot moeten voor een nieuwe wereld. Dus het gezin moet stuk, de nationale identiteiten moeten stuk, religie moet stuk, seksualiteit moet stuk. En als je dat hebt gedaan en de mens dus helemaal hebt uitgekleed, zeg maar, van alles wat hem identiteit verschaft, dan is de mens rijp voor de arbeidersstaat, voor de heilstaat, voor het einde van de geschiedenis. Die term cultuurmarxisme is geïntroduceerd door een marxist zelf, door Antonio Gramsci in 1920 ongeveer. En het werd gezien als iets positiefs. En de aandacht zou een beetje af moeten van economische ongelijkheid naar cultuur. He, daar moesten we wat meer op gaan letten. We moesten gaan letten op de culturele instellingen. We moesten het denken van mensen gaan veranderen. Dat was de gedachte. En dat heeft in de jaren 60 en 70 een belangrijke verwerkelijking gekregen, zou je kunnen zeggen. Door allerlei intellectuelen die door het marxisme ook geïnspireerd waren. En waar we op het ogenblik een beetje de vruchten van plukken. Dus alles moet anders, de musea moeten anders, het onderwijs moet anders, de universiteiten moeten anders. En daar moeten allemaal mensen aan de touwtjes komen te trekken die marxistische opvattingen hebben of links-progressieve opvattingen hebben. En iedereen moet er uitgewerkt worden die een reactionair of conservatieve opvatting heeft. Ja, dat is eigenlijk de revolutie waar we nu in zitten. Ja, ik vind het een hele treffende term, omdat het natuurlijk heel erg duidelijk appelleert naar een tijd of een cultuur, de Sovjet-Unie, die mislukt is en waarbij het collectief bovengesteld was op het individu. En dat is nou precies wat je in alle crisissen die we nu, of die er nou echt zijn of dat die ons worden medegedeeld, maar alle crisissen die er nu zijn, wordt een appel gedaan op het collectief. En het individu wordt ondergeschikt. Dus ik zie daar wel heel duidelijk dat mechanisme heel krachtig worden. En mensen lijken dat te accepteren. En dat vind ik wel een zorgelijke gedachte.